De Bond van het 's Lands Hospitaal gaat morgen in een algemene ledenvergadering hun standpunt bepalen. De Bond en de directie van het ziekenhuis moesten vanmiddag verschijnen voor de rechter. In een telefoongesprek met onze nieuwsdienst voor aanvang van de rechtszitting zegt bondsvoorzitter Imro Edam dat de Bond nog in actie is en nog niet kon aangeven als de actie na de uitspraak van de rechter wel of niet zou worden voortgezet. De directie van het 's Lands heeft de Bond voor de rechter gesleept omdat zij de werkzaamheden van het ziekenhuis dinsdag heeft lamgelegd zonder enige dispensatie te verlenen, terwijl er een COVID-pandemie gaande is. Minister Amara Madin van Volksgezondheid haalde gisteren voor aanvang van de raadsvergadering aan dat hij de bonden van de ziekenhuizen totaal begrijpt. Maar in een pandemie moeten er volgens hem prioriteiten worden gesteld. Minister Ramadien is bang dat als de onrustige situaties in de zorg doorgaan, we nog heel lang zullen blijven in de derde COVID-19-golf. En ik zeg niet dat manpower geen prioriteit hebben. Het gaat hier om het loon dat feitelijk gegarandeerd is. Maar aan de andere kant zijn er inderdaad heel veel zaken die we ook aan vervanging toe zijn. Ik noem bijvoorbeeld dat we nu op een punt staan waar prostaatdiagnostiek op dit moment heel moeilijk gaat, omdat apparatuur verouderd is. Er is geen vervangingsinvestering gepleegd. Maar zo zijn er ook andere gebieden bij het pathologisch laboratorium van het ziekenhuis, AZP, zijn er ook apparaten die aan vervanging toe zijn. Ik had bijvoorbeeld gisteren die ETV bij me, die me aangeeft van, we hebben al 20 jaar geen apparaten vervangen. We kunnen straks geen röntgenfoto's meer maken van gebit. En ook dat is belangrijk, maar alles, aan alles is er een budget gekoppeld. En gaan we alleen de middelen die we hebben besteden in lonen, aan lonen, dan begrijpt u wat er gebeurt. Dat wij op een gegeven moment wel met manpower zitten, maar zonder apparatuur, zonder adequate diagnostiek. En dan kan je ook geen stap verder. Dus er is een balans, er is een koek die eigenlijk goed verdeeld moet worden. En we kunnen onmogelijk één deel gewoon maar blijven vergroten en de andere. Dus er gaat een hele ordening komen in de zorg. En daarvoor gaan we tijd nodig hebben. We gaan het niet nu kunnen doen. En acties gaan misschien leiden dat het versneld gaat. Maar acties zullen niet de oplossing blijven. Ik bedoel, je kan 3 maanden in beraad gaan als die regering geen geld heeft. Van waar moet ik het betalen? De bewindsman hoopt dat de vaccinatiegraad in de komende tijd nog meer zal toenemen om ergere problemen te voorkomen.